Twee mannen uit Wijchen zijn donderdagochtend gewond geraakt na een ernstig auto-ongeluk in Beuningen. Het ongeval gebeurde rond 8 uur op de kruising van de Schoenaker en de Vicariestraat. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen wilde een auto afslaan naar de Schoenaker, maar zag daarbij een naderende auto op de Schoenaker over het hoofd. Later werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen. Het overige verkeer heeft nauwelijks verkeershinder ervaren. Wel was een klein deel van de kruising tijdelijk afgesloten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek.